Hoi, ik ben Job. Neeltje, waar ben ik? Nederland. Je bedoelt de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden? Nee, gewoon Nederland. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zo heet het toch in de Gouden Eeuw? Jij komt uit de Gouden Eeuw. Wanneer ben je geboren? In 1661. Dan zie je er nog goed uit voor je leeftijd. Je bent in de toekomst. Wow. Een republiek, wat is dat ook alweer? In onze republiek regelen wij alles zelf. Zonder koning de basis over ons. Alle andere landen hebben wel een koning. Die zijn een koninkrijk. Maar wij hebben juist nu wel een koning. En de andere landen niet. Niet. Ja. Zeven Nederlanden. Hier. Zeeland. Holland. Utrecht. Gelderland. Overijssel. Groningen. Friesland. En Drenthe. Drenthe? Dat is moeras. Ben jij rijk? Want je zit in de Gouden Eeuw. Nou, onze republiek is rijk. De handelaren varen met schepen naar verre landen om kostbare spullen te kopen. Dit verkopen ze weer voor veel geld in Europa. Hierdoor is ons kleine landje het rijkste land van Europa. Met Amsterdam als wereldstad. De Franse koning, Lodewijk XIV, is daar erg jaloers op. Hij wilde ons veroveren. Die met die krullen, is dat een man? Ja, rijke mannen bij ons dragen lange pruiken. Net als prins Willem III. Hé, hij is prins van Oranje. Familie van onze koning. Maar hij is geen koning. Nee, hij is niet onze baas. Hij mag voor ons werken als stadhouder. Die Oranjes zijn heel handig met oorlog voeren. Ja, want Frankrijk wilde ons aanvallen. Maar wij waren machtig en rijk, toch? Ja, maar zij hadden meer soldaten. En de Franse koning Lodewijk XIV kocht de Engelse koning om mee te vechten, samen met de staatjes Münster en Keulen. Dat is 4-1. Dat kunnen we nooit winnen. Nou, op zee wel. Wij hadden Michiel de Ruiter, die de Engelsen tegenhoudt met zijn superschepen. Hé, hey, die is van die film. Film? Laat maar. En op het land? Nou, op het land ging het inderdaad niet goed. Wij hadden veel te weinig soldaten en kanonnen. De Fransen konden zo makkelijk ons land binnenwandelen en veroverden de ene stad na de andere. Maar ze hebben niet gewonnen. Hoe kan dat? De Hollandse Waterlinie, die... Wacht even, een cliffhanger. Een wat? In een film stoppen ze vaak op een spannend moment. Wat jij wil.